Welkom bij de 9.1 Biocast. Hoofdstuk 9 gaat over gezondheid en bestaat uit een aantal onderdelen. Waar jullie mee te maken krijgen. 9.1 goed geregeld, 9.2 de huid, dan doen we een practicum over huidbacteriën, 9.3 indringers en 9.5 doen we en dat gaat over donor zijn. Je lichaam zorgt dat alles constant blijft in je lichaam. Als er te weinig voedingsstoffen zijn, dan eet je. Als er te weinig vocht in je lichaam is, dan ga je drinken. Als je te veel afvalstoffen hebt, dan ga je naar de wc. En als je lichaam moe wordt, dan moet je gaan slapen. Wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat je lichaam het interne milieu constant houdt. En daar is het heel de tijd mee bezig. En dat gaat op een bepaalde manier. En daar gaan we naar kijken. Je hebt organen die daarbij helpen bij het constant houden. Je longen bijvoorbeeld, daar gaat zuurstof in en daar komt uit koolstofdioxide en water. Je lever, daar komt wat anders aan. Daar komt bloed met voedingsstoffen uit de dunne darm aan via de poortader. Wat eruit gaat, dat zijn kleurstoffen en alcohol. Je nieren, daar komt bloed met afvalstoffen uit de lever aan. En wat eruit gaat, is water, kleurstoffen en zouten. Ten slotte nog de huid, die helpt ook mee. Bloed met warmte komt eraan. En wat er uit je huid komt, is warmte, water en zouten. Nu weet je wat er inkomt en wat eruit gaat. Als we kijken naar de lever, dan komt daar via de slagader bloed met zuurstof aan. Bloed met voedingsstoffen komt van de dunne darm en die gaat via de poortader naar de lever. En het bloed met die voedingsstoffen gaat weer verder je lichaam in. In de lever worden zaken opgeslagen, afgebroken, opgebouwd en ook omgezet. Een hele drukke boel dan in de lever dus. Alcohol en medicijnen die komen in je lever en die worden daar of omgezet of afgebroken. Ook andere stoffen komen bij je lever, bijvoorbeeld aminozuren. Dat zijn de onderdelen van eiwitten en die worden in je lever afgebroken tot ureum. Maar ook heel veel kunnen die aminozuren weer opnieuw gebruikt worden en dan worden ze door je lever omgezet in andere aminozuren die je lichaam nodig heeft. Hemoglobine komt ook in je lever. En dat hemoglobine wordt omgezet in ijzer, dat in je lever wordt opgeslagen, en tot de gele kleurstof urochroom. En die wordt afgevoerd via het bloed naar je nieren. Glucose kan door je lever ook worden omgezet. En die wordt omgezet of in vetten, of in cholesterol, waar je celmembranen bijvoorbeeld grotendeels van gemaakt zijn. Ik zei het al, een drukke boel daar in de lever. Bloed met afvalstoffen van de lever komt aan bij de nieren. Via de nierslagader gaat die daar naartoe. En die nieren filteren dan de stoffen daaruit. Wat via de urineleider naar de blaas gaat, zijn stoffen, afbraakproducten van de lever, zei ik al. Maar het kunnen ook stoffen zijn waar je te veel van hebt op dat moment, of stoffen die je helemaal niet nodig hebt.
Dat zijn de drie stoffen die uitgescheiden worden door de nieren. Je hebt net gegeten, je hebt veel glucose in je bloed. Het teveel wordt omgezet in glycogeen en wordt opgeslagen in de lever en in de spieren. Maar als je een aantal uren niet gegeten hebt, wordt het bloedsuikergehalte in je bloedvaten te laag. Dan wordt de glycogeen weer in je lever weer omgezet in glucose en die gaat je bloed in. Zo zorgt je lichaam ervoor dat de hoeveelheid bloedsuiker in je bloed steeds min of meer constant is. Je hebt net gegeten, de hoeveelheid glucose in je bloed is te hoog. Een seintje naar de alvleesklier en die gaat insuline maken. Dat zorgt ervoor dat de cellen glucose opnemen, de lever en de spieren glycogeen opslaan. En dat zorgt ervoor dat de hoeveelheid glucose in je bloed naar beneden gaat. Op dat moment wordt er geen glycogeen meer opgeslagen in de spieren en in de lever. Maar de cellen gaan nog wel door, want die hebben energie nodig. Dus dat zorgt ervoor dat de hoeveelheid glucose te laag wordt. Dan gaat er een ander seintje naar de alvleesklier en die gaat glucagon maken. En dat zorgt ervoor dat de lever glycogeen omzet in glucose. En dat komt in het bloed. Daardoor stijgt de hoeveelheid glucose weer. En dat gaat door tot de hoeveelheid glucose weer te hoog is en dan gaat het hele circus weer opnieuw beginnen. Zo'nzelfde regelkring heb je bijvoorbeeld ook bij je lichaamstemperatuur. En die is vergelijkbaar met de thermostaat en de cv-ketel thuis. Als je kijkt, dan gaat de temperatuur naar beneden. Het wordt te koud, hij komt onder de norm. Dat betekent dat er een seintje naar de thermostaat gaat. En die laat het vuur in de ketel ontbranden. Daardoor gaat de temperatuur stijgen. Dan wordt die te hoog. Dan gaat er weer een seintje naar de thermostaat en die laat het vuur in de ketel doven. Dat zorgt er natuurlijk voor dat de temperatuur weer gaat dalen. Een regelkring, zoals je die ook op veel plekken in je lichaam hebt. Dit was hem, de 9.1 Biocast. Veel succes met studeren, tot de volgende keer.